Nou, Doris, ik mag Doris zeggen, hè? Ja. Heel erg mooi dat ik hier bij u, Eduard, mag wezen. Om eens met u te praten over uw leven. En dat is al een hele tijd aan de gang. Ik vind het ook heel mooi dat ik met u plat kan praten. Ik ga gewoon u en ie zeggen. De. Want als ik nou in Nederland met u moest praten, dan zou ik toch u zijn tegen iemand met... Nou ja, maar daar heb ik dus ook op de dam overkwamen. En toen was ik door die beiden, Ina en Marion, die daar de leiding hebben. Ja. En dan smiddags nog dit, nog ongeveer, is even een ene wand. Maar die hond die had, Marion was een wedervrouw, een jonge wedervrouw nog. En die had aan de hand en die moest dan smiddags uitlaten, man. En dan gingen we van door, in de bos nog zo. Ja. En dan toen, maar ja, toen kon je eerder bij hem zeggen, al die u en zo, hè. Maar ja, toen kon ik op de vingers getrapt, hè. Dus dat kon niet meer, hè, door. Ik zeg ook altijd. En dan had ik al vaker, vergis me nog wel eens een keer, dan zeg ik, hey. Ja. Nou ja, dat is het mooie van dialecten waar we hier kent met elkaar, hè. Dat je gewoon, dat er ook geen verschil is tussen... Oe en u en nee, jij, nee. Het is gewoon allemaal één. Het is allemaal één. Ja. Doris, de eerste vraag die ik altijd stel is, waar ben je eigenlijk geboren? Ik ben geboren aan de Zwarteweg. In Hoornhorst? In Hoornhorst, ja. C33. C33. Ja, op C33, ja. Het hing toen nog geen Zwarteweg, of? Nee, het was Zwarteweg, ja. Maar de nummering was anders. Ja, de nummering was anders. En die had toen de buurtschap. Buurtschap M, Mashoek. En dan buurtschap Lente. Ja. En Rechten. En dus inmiddels is het allemaal weer veranderd. Aan de Zwarteweg, ja. Waar je ook eigenlijk het grootste deel van uw leven zelf gewoond hebt, door ben je ook geboren. Ja. Waar nou een zeune de zwaluw af heeft. Ja. He, want er weten een heleboel mensen, die weten het nou natuurlijk waar het is. Ja, inmiddels wel, ja. Ja? Ja. En wat voor jaartal praten we dan over, Doris? Nou, ik praat over 1929. 1920. Ja. Dat is bijna 100 jaar alleen. Ja. Maar, dat betekent dat je 95 bent, en dat zou je zo niet zeggen. Hoe komt dat je zo... Dat hij zo scherp bent nog. Ja, dat weet ik ook niet hoe dat komt. Dat is, ja. Dat is, hij die gave kreeg dat je hebt. Als ik mensen die in Hoornhorst vragen naar Doris Broek, dan zegt ze allemaal, die is al in de 90, ja. Maar hij is nog goed bij. Hij heeft nog alles. Nou, inderdaad. Dus, dat maakt niet ook in. Dus, ja. Dus, want ik had hoe een keertje spreuken. Op zondagmorgen aan de borrel in BK. Ja, op BK was het, dan moet je te kijken, gewoon weer altijd dan even naar kappen. En hoe moet ik zelf ook gekomen te zijn? Dat is ideaal. Ja, toen had ik meestal wel 11 uur. En binnen in de weekends dan ben ik vaak bij hier van de kinderen. Ja. En die hadden dan ook, maar dat is meestal nog 11 uur. Dus, Maar ik herinner me ook, want ik vroeg door aan hoe en hoe kompanen door naar tafel. Ja. Hoe over de voetbal, hè? Ik was door een beetje van de historie van de voetballer Hoornhorst te leren. Oh. En toen vertelde hij ook makkelijk eerst over de oprichting van de voetbal in 1948. Ja. Maar je wist ook wel dat van nu, wie er in het eerste speelt en dat Marije van Dam de Pek Zwolle ging. Ja. Ik bedoel, je weet van toen wel leuk, maar je hoort ook heel goed bij wat er op dit moment speelt. Ja, dat doen we wel, ja. Terwijl, want dat is ook algemeen bekend, terwijl hij eigenlijk geen krant meer kunt lezen, want hoe ogen bent heel slecht, hè? Ja. Ik zie denk ik nog 5%, denk ik. 5% zie je nog. Ja. Je ziet alleen nog licht en donker, ik heb net ook gemerkt hier met koffie inschenken en zo. Dan, maar dat is behalve lastig, maar hoe hou je dan toch al die actualiteiten mee? Nou, heb je bepaalde trucs die je erbij hebt. Trucs? Ja, trucs. Ik had bijvoorbeeld een... thee in, of koffie in mijn gieten, dan haal ik een koffie en dan haal ik boven het aanrecht, dan bier, boven de standbak, zeg maar. Boven de dingen zo, en als ik hoorde dat het overloopt, ik haal de koffie ietsje schief en het loopt over, dan heb ik hem vol. Dan heb ik hem vol. Ja. Maar als je nou nieuws hoort, nieuwtjes, hoor je dit van een kinder,
of van de mensen op de Dam, hoeveel woord. Oh, je bedoelt plaatselijk nieuws? Ja. Nou, dat doe ik. Ja, dat hoor ik meestal dus, zeg maar, hier gewoon nog op koersbal. Oh ja. Waarschijnlijk is die zie ik al, maar ik kan er wel. Ik weet wel ongeveer richting op je bal moet gooien. Ja. Yeah. Dan lukt, dan lukt. Ja. Maar goed. Maar ja, zo, nou, en de is dan een ontmoetingsplek. Ja. Nou ja, en dan hebben we het sinds veel jaar hierin over wonen, zouden we een koffiekamer kregen. Ja, de dorpskamer. De dorpskamer, ja. Nou, en daar wil je nog klasse nu. Daar ga je ook naartoe? Daar ga ik ook naartoe, ja. Ja. Nou ja, en dan heb ik, dan spreek ik, nou, je spreekt ook kinderen. Mm. Die vertelt ook wat, als ze wat gehoord hebben. Ja. En ja, wie vraagt is iemand, nou, als een man die komt, nou was dat niets. Ja. Ja, nou, zo doen we. Ja. Je hoort, ja, je had ook nieuws halen, ik ben mensen weg. Ja, ik ben mensen weg. Ja. Ja, niet uit de krant. Nee. Nee. Nou ja, en dan nieuwsberichten, zeg maar, die lust ik. Ja, voor landelijk. Nou, dat is landelijk, ja. 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 Dat komt gewoon nog niet zo vaak. Nee. Gelukkig. Nee. Want meestal is narigheid, hè. Ja. Nog even terug naar 1920. Dat is, hoe zag Honos er toen uit? Ik bedoel, we zitten hier nu in de nieuwbouw van Honos, maar ja. Er was toen helemaal niks hier. Niks hier. Dit was gewoon bouwland. Ja. En deden toen ook aan de tempel af. Dit stuk grond, waar je nou zit, dat deden toen de tempel af? Ja, toen ook de tempel af, ja. En er stonden wat oude huizen daar langs uit de smid nog. Ja. En er was rintjes en die, zeg maar, en dan had een paar huisjes uit de familie Sticht zat erin. Arbeidershuisjes? Arbeidershuisjes, ja. Zeg maar, die, ja. En dat was een hele ouderwetse woning, zeg maar, met een kamer en een klein achteraf keukentje. Ja. En bij de steen erin. Ja. Nou ja, en dan. Ja, en aan de andere kant, zeg maar, kappers was het. Ik weet het, zeg maar, aan de andere kant zat Vakkerstoren. Dat was een bakker. Okay. Die ziet er nu nog wel, dus die ben ook in de monumentenzorg. Ja. Die huizen door. Ja. Nou, en die had boven de deur, daar had een spreuk staan. Hier in het zand heb ik geplant en bak het brood voor klein en groot. Dat is hoe vanaf de jeugd ben je gebleven. Ja, van de jeugd ben je gebleven, ja. Leuk. Ja. Is die tegen... En hij de modder, hij natuurlijk, dat was, die steunt er altijd. Ja. Maar op die hoek, zeg maar, dus tegenwoordig de modder, zeg maar, tegenwoordig de molenaarshuis aan de andere kant, ja. Dat was grasland. Ja. Ja, er stond nog geen huis of niks. Nee. Dat ben jonge jongen niet. We zagen altijd, er stond een regen hier, een boom, en er was een schaduwplek, was er altijd, en er stonden al die kleverkrassen. Ja, die Spenster kleverkrassen vandaan. Ja. Kon je schoenen maar gooien. Ik wou zeggen, de schoenen was er wel ook op dezelfde plek? Ja. Ja, die is van 1922. Oké. Okay. Dus die was nog helemaal mooi en nieuw toen hij kwam. Ja. 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 En de kerken? En de kerken, ja, er was een... Die grote kerken stond er toen was, ja, die was van 1956 was die bouwd. Ja, de huidige. Die, nee, die vorige. 1856. Ach ja, 1856 ja. Natuurlijk, ja. Tuurlijk, ja, ja. Oké. Okay. Ja, die kennen wij nog van plaatjes. Ja. Nou ja, en nog goed, maar dit is genoeg bekend in wat u vroeger die gezien hebt. En, nou ja, en er kwam daar gebrek met in test, zeg maar, de stukken doorwerk van de kant op. Die daar een stukje door die langs de kant stond, zeg maar, van die krom. Ja. Zo je vroeg die dingen zijn. En, ja, nou ja, hoe ze allemaal. Nou ja, je was al te klein, eigenlijk. Ja, drie diensten sinds. Maar jullie woonden aan de Zwarte Weg en dat was een boerderij, denk ik, hè? Ja, een boerderij met een schuur, zeg maar, en twee bergen. En hun ouders die aan door een boerderij met melkvee, ja. Varkens, ja. Denk ik. Ja, nou, van, ja, was vroeger op boerderij was, zeg maar, was echt van, ja, van hier aan kippen en varkens en koeien. Ja. Ja. Aan jullie een groot gezin? We waren met ons vier, we hebben ons zeven best, maar twee kinderen met een sterren. Ja.
als klein, zeg maar. Dus één aan kinkhoes en één aan longen, zeg. Ja. Kun je dat nou herinneren dat die overleden? Nee, de jongste wij, ja. De meisje wij. Dat kan ik me herinneren. Ja. Was dat ingrijpend in die jaren? Of? Ja, was zeker ingrijpend. Ja. Hoe heb je dat beleefd? Ja, nooit eens. Deed me die ding, zeg maar, in de kistje. Dat was een jongetje? Nee, een meisje. Meisje? Ja. Ja. En, maar die jongen, die kan me niet herinneren. Dus, Nou, later, bij mijn vrienden. Nou, later is het nog weer over Jan is in Indië gebleven. Dus, ja. Dat was een broer van u. Een broer van u, ja. Die is in Indië overleden, hè? Dat weten wij van de herdenking eigenlijk, hoor. Ja. Maar dat was, die was, hoe oud was die toen? Die was toen 22. Hm. Is er nog later in Indië gegaan, omdat ze eerst die school al gemaakt hebben. Ja. 19. Welke jaren was dat en welke wanneer was hij? 1948. 48? Ja. Hoe ging dat toen dan? Hoe kreeg je dat bericht van dat hij overleden was? Dat was heel triest. Dat was op kerstdag. Dat, en weer weinig nachtmis was. En mijn vader ging de Groene Hoogmis. Dat was dan een mis later weer. En toen was onderweg, halfweg naar de kerk en toen kwam de pastoor tegen op de fiets. En toen was opgebeld door de burgemeester. Oké. Dat hij al overleden was. Ja, ja, ging via de pastoor. Ja, via de pastoor. En toen is in de Wiedertermijn, zeg maar, tegen 11:30 kwam de burgemeester en zo. Maar de pastoor die kwam tegen hoe vaak onderweg vertelde? Ja. Ik was meestal de pastoor die is opgebeld. Dus, ja. Nou, het was geen kerstmis meer. Nee. Want die waren toen, hoe oud was je toen zelf? Dat was 48, dus 28. 28, ja. En die waren toen nog, woonde die toen ook nog thuis, zeg maar? Ja, ja. Ja, ja nee, toen waren we getrouwd. Ja, ja, maar toen je trouw bent, toen woonde die ook op de Zwarte Weg. Ja, woon ook, ja. Dus jullie woonden bij je vaarmoe? Ja. In of bij? Ja, bij. Ja. Ja. Ja, dat is een trieste... Ja, dat was een... ...beweging. En elk jaar, dan is er nog de herdenking? Ja. Daar gooi je ook elk jaar naartoe? Ja. Ik heb er omheen het bericht. Ja. En, Is tegenwoordig meer aandacht voor dan in de jaren 60, ja, 70? Ja, in de eerste jaren helemaal niet. Nee. Maar die aandacht is hergekomen toen door die oude veteraan begon met de oprichting van een herdenkingsplek. Ja. Ja, want in de jaren 60 en 70 toen waren er eigenlijk weinig over gepraat. De Nederlandse rol was niet zo best in Indië. Nee, dat is een aantal dingen niet, maar het is ook, maar daar ook nooit iemand van de Defensie West of van het Rijkenwest bij ons. Nee? Nee, nooit. Het is bij een telefoontje gebleven? Ja. Ja, dan moet je dan bij een bericht met deze wezen geven bij je kennis. Ja. Dus door is Ivan in 1920 geboren, dan ben je hier naar de legerschool gegaan in Hoornhorst. Die was toen net nieuw. Ja. 1922 gebouwd, dat je net zegt. Ja. En door naar, waar ben je dan naar de legerschool? Nou, toen ben ik door de studiebrief. Ja. Moet ik aan het werk. Trekken met 12 jaar al? Ja, met 12 jaar ben ik trouw gegaan, ja. En toen mijn studiebrief, dan moet ik aan het werk en toen ben ik... Maar de knecht die ging weg. Nou, en, de knecht ging weg omdat hij thuis kwam? Omdat ik thuis kwam, ja. Ja. En het was crisis, hoor, dus ik kon best... 32? Ja, 32 was het. Nou, en toen, dus, toen ben ik op boerderij gaan werken. Ja.
Nou ja, en toen het eerste, wat, toen ben ik later, ben ik een paar jaar later ook op, 15 jaar was denk ik, 16. Toen ben ik aangesloten bij die Jonge Boerenbond. Het was een vereniging van jonge boeren. Maar ja, er zaten ook net zo goed andere jongens aan. Ja. Maar er was de enige jongelingenvereniging, ook zomaar, de jongensvereniging. Oké, okay, hier in Woonhorst? Hier in Woonhorst, ja. Dat was de JWTB. Ja. Ja, en toen ben ik aan de Revering gegaan. Toen kreeg ik het alle peert moest weg en ik kwam een ander weer. En toen vroeg ze ook niet aan de Revering gaan. Nou, als je jong bent, dan nu toe dat wel wat. En, ja, dat was, dus toen ben ik toen aan de gang. Hier ben je ook in Woonhorst? Ja, bij de Bergruiters. Bergruiters. Ja. En welk peert nam je dan mee? Mijn eigen peert, ja. Bergpeert? Ja. En, maar de werkpeert wil je ook springen? Of? Ja. Ook ja. Ja? Ja. Ik heb bij werkpeert eigenlijk altijd het idee dat ik van die dikke steen. Ja, ja, nou, dat hou ook. Je kan ook een soort eerste keertje daarover een zware belt. Ja. En, nee, maar goed, ja. En daar sprong je ook mee? Nee, toch oh. Niet. Die heeft nooit van gebloed. Oké. Okay. Maar zo'n andere belt was was meer een echte luxe peert, een wilderse. En nou ja, daar heb ik toen over in, ja. 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 Dus dan ging je mee ook naar concours toe? Ja, we gingen weer naar concours toe. En zo ook weer bent naar een keer. We gingen meestal weer aan de start bij Twente, verder bij Twente. Ja. En dan gingen we weer de Allenbarg, hoe vaker concours had. En Weersro. En hoe gingen jullie naartoe? Toch niet met nou ja, met de auto van. Oh. Die dingetje had je ooit in Om. In Om. Steerman. Yeah. Die was door, was een transportbedrijf. Yeah. En die had een wagen met een oplegger. En die reed. En dan kon de peer allemaal alle achterkonden erin. Yeah. Ja, en die wou een keer met naar Eindhoven geweest. Eindhoven? Ja. Er was met het zoveel bestand van de Rabobank. Ja, die zat in Eindhoven. En we waren toen met concours, waar we, in Twente waren we nummer 1 won. Dus, en die mocht met. En wie was dan eigenlijk? Waar van de kring dan, hè? Hij dan ook het achttal of zo? Achttal. Ja. Achttal. Achttal van Hongers was een kampioen. Ja. En toen we naar Eindhoven geweest, zeg maar. En toen was het dus. Je won dan bekostigde. Rabobank, de kerstsubsidie van. Goede Nederlandse. Ja. En hoe werkt zo'n achttal? zo'n achttal. Dan hoef je zeg, een stukje dressuur uit. Ja. Met acht, met z'n acht. Met z'n acht naast elkaar of achter elkaar? Nee, dat is uit verschillende dingen. Stel nou eerst met uw acht op. Nou ja, en dan was het meestal van hand veranderen. Dus dan dreef je peer een kwetslag en dan ging je de route ging je dan. Die butties die gaan de route aan. Ja. Nou, die gooien rond erin. En op een gegeven moment dan moest hij splitsen. En dan kwam hij weer op een gegeven moment bij elkaar. En dan gooi je de, met z'n tweeën dus middenpad in. Ja. Nou ja, en dan gooi je op het einde weer uit elkaar. Ja. En dan moest je vaak een folder hier, deze een ring van ongeveer 3 meter, dus nee. Ja. Die moest je dan allemaal tegelijk maken, dus dan had je een veertal, uit twee veertal. Weet je wel, ja. Je splits. Ja. Dus hij twee keer veer en dan maak je folders door. Ja. Ja, en dan kwam je weer de baan en kwam je weer bij elkaar. En dan vaker deed je op de hoek zijn, zeg maar, dan moest je van hand verlangend op de hoek. En dan ging hij, en dan moest hij richting de buttjes, die waren allemaal gemuid met, ik weet het allemaal niet meer, maar gewoon met letter. Ja. En dan moest hij de rie van dingen richting D bijvoorbeeld. Ja, ja. En ging hij, maar dat was diagonaal. Ja. Dus dan ging hij weer weven op die hoek, die andere kwam van die hoek, en dan ging hij een nummer door elkaar heen. Ja. Nou ja. En, en dat konden jullie goed. Nou ja, ja. Nou ja. Wie waren er nog meer bij toen, van hoe achttal, zeg maar, of weet je niet meer? Ja, ik weet het wel, we waren er allemaal bij. We waren Diepmans, van Diepmans waren er bij. Tweede was weer drie. En we waren, welke Diepmans? Van Boerenbed en dan van
Ja. Hier van Gerrit Diepman en Heen, ja, dat was Heenby en zo. Ja. Ja. Ja, kijk nou, we waren nog meer bij. Weet je, met de beste Ine van Olmes. Ja, ik weet wel, voor de meer bij, maar ik weet niet of ze toe bij waren. Nou ja, maar. Bij de Klink, van Klink. Oh, bij de Klink. Ja. 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 Maar goed, allemaal mensen die heel bekend binnen ja, de Jonas. Ja, ja. Die waren toen al aan de peerclub. Ja, ja. Want toen waren je, hoe oud bij toen? Toen was ik, toen door de wedstrijd was ik meer van klas. Oké. Toen was ik al in de 20. Ja. Ja. En nog even terug, 12 jaar ging je van school af. Dat kunnen we ons nu ook niet meer voorstellen. Maar toen moest je dus nutten, ben je gewoon werknemer bij je vader in feite. Ja. De knecht die moest terug. Ja. En die moest dus het werk doen wat de eerste knecht deed. Ja. Maar die knecht was denk ik een volwassen. Ja, nou, ik had het eerste werk bij. Ja, wat moest je dan, zo doen als kind van nou, 13? Ik moest wel boven de grubbiesmest. Ja. En dingen zo. En dan, nou ja, vaker zeg maar, met PSV, dat mocht ik ook best op mijn vader de schoorste wijn toe. Hè. Ja. Zeg maar, nou ja, en dan, ja, en dan nou, en wat is er nog meer? Voeren, koen voeren, varken voeren, naar de. Naar Klaan toe, Jappenpot en later wie, een vuurjaar zeg maar. Ja. Nou ja. Jabberooi. Jabberooi later weer, ja. In de huis, ja. Met de grepen. En melk ook al van hem? En melk natuurlijk, ja. Moest je uit de honger aan de school. Toen je op school zat, dan moest je al meer helpen melken. Ja, als je melk leert niet melken. Maar. Ik wil zeggen, daar heb je krachten nog in de handen. Ja, ja. Melk terug. Ja. Nou ja, je mist al bij de makkers een boel. Ja. Ja. Als je echt een koe die melk, zo. Tegenwoordig is zo, als je een koe hebt die. Zo'n melk die we doen zo gewoon nog. Die is niet bruikbaar meer. Nee. En dus, maar dat was toen heel anders, zeg maar. Yes. Ja, die ging naar Oeva. Ja, ja. Die scheurde die deur naar Oeva. Ja, ja. Of een last van koe of zo. Dus, ja. Ja. Toen kreeg ik oproep voor dienst. Ja. En toen waren we in de deur bij de 24e, of 4e regiment. Nee, 4e regiment, veldartillerie. Ja. En ik had een oproep in huis op 24 juni. En toen brak ik in mei de oorlog uit. Nou ja, en toen was er geen Nederlands leger meer. Dus hoe moet ik hier op te komen? Nee. Nee. Je bent wel goedgekeurd, je bent inderdeeld. Ja. Maar in zekere zin eigenlijk dat de oorlog. Ik was er eerder toe. Door de Roemenië-dienst. Nee. En ben je later ook in de oorlog niet opgeroepen? Voor nee. De Duitsers ik of zo? Zeg maar, ik heb al, ik ben er al niet onder deur kram. Ja. Ja. Ja, omdat je ook onmisbaar was op de boerderij, zeg maar, ja. Kon je ook niet missen. Nee. Nee. Maar hoe heb je die oorlogsjaren beleefd? 40, 45? Hoe was het nou, aan de Zwarte Weg? Ja, aan de Zwarte Weg. Best spannend. Nee, want ik heb, hoe moet ik het nu zeggen? Het werd altijd oppast, net zeiden we. In het begin nog niet zo. Nee. In het begin nog niet zo, want ik heb in het begin ben ik ook een keer. Ik had nog een nichte en die was. Die zat in de Wieringermeer. Die was met een boer het middag gewoon, zeg maar, die zo'n boerderij gekregen hadden. Ja. En toen ben ik een keer met mijn neef dan, dat was een broer van was, zeg maar, ben ik dan nog naar hen gefietst. Naar de Wieringermeer fietst? Naar de Wieringermeer, ja. Maar als ze zeggen, ik ben naar Kampen fietst en de boot door de boren gegaan. Ja, ja, ja. Naar Enkhuizen. Ja. En toen ben ik weer de fietst. Zo. Ja. Dat was Nederlander zeggen. Dat was een onderneming. Dat was een hele onderneming was dat, ja, in die tijd. Ja. En dat was in 1942. En dat kon nog ongestoord? En dat kon nog ongestoord toe, ja. 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 Maar later waren het ook in Hoorst spannender. Ja. Dat was ook, De mensen zeg maar opgepakt, of mensen die ook de deuren, die zeg maar die ook opgeroepen waren en die dan met mensen wegkwamen. En die elders ook een dag zorgen.
ook mensen nu de oorlogs die u nog kunt herinneren, die moesten ja, onder de familieleden ook bij neven bellen en zo. Ja. Ja. Familieleden van hoe moesten ook onder de ja, hoor natuurlijk, ja. Waarom? Ja, ja en dat is anders oproep aan van Duitsland. Ja. Ja. Ja, en dan is ook nog een onderduiker uit. Ook een jongen die door. Die is later gekomen in een concentratiekamp. Oh. Waar kwam die vandaan? Die kwam weer naar Rotterdam. Die zit nu ook op die stier hoor. Oh. Dus, die is overpakt op rechter. Die is later bij de ondergrondse gegaan. Ja, ja. Die kwam weer in aanraking toe met de jongens van de ondergrondse. Ja. En toen ging dat leuk aan het boerenwerk. Ja. Maar hoe kwam hij in Rotterdam bij Broeks aan de Zwarte Weg terecht? Dan? Nou, dat zou ik vertellen. Er kwam de meester Winia van de Emmerschoer. Die kwam er met een dingetje had in hoe heet het, die is al wel bekend van. Hoe heet het zo? Die onderwezen, die was ook nog onderwezen op school door. Die is later terechtgesteld. Baasma, precies. Die heeft meegebracht naar Winia en die Winia kwam bij mij of die had op een dag van de beurt een vrouw of die mocht komen. Nou ja, en toen zei ik ja, breng hem maar. En die hebben die toen nog gehad. Ik weet geen nieuw lang op de westen. En waar hebben jullie mensen gestopt dan? He? Had je een plekje, een speciaal ja, ja. Plekje op de stal? Of ja, ja, in de schuur ook een plek. En ja, we hadden eerst veel gewoonbouw, maar we hebben een schuilplek houden in de schuur gemaakt. Ja. Dus als daar, meestal als er onderhand was, word je wel waarschuwd. En dingen waren door en dan kon het opbouwen. Ja. Ja. Zo deurde hij, want die zijn constant door bebouwers aan. Nee. Maar dat was voor jullie wel een soort spannend natuurlijk, ja, als de Duitsers... Ja, maar ze hadden, ja, het was altijd zo. Als, ja, en vooral als die lui van kamp Erika kwam, de Groen zijn ze altijd. Er waren Nederlanders die die NSB'ers waren, die in Duitse dienst waren, zeg maar. Ze hadden nu ook een groen uniform. Ja. Dat noemden ze de Groen. Ja. En die fietsen dan gewoon rond. En je hebt van de westen, de ouders, ze huurden nou, dan een mak weer de weg kwam. Ja. Als dat moeder weer was, hoe was dat moeder weer ergens in de bos heen of een droog sloteling. Die ook? Ja, ik ook wel. Ja. Een keer toen we zagen we ze fietsen en we hadden dingen aan, weer een zo in zo'n droog sloteling. Maar waarom doe je dat dan? Want die aan niks te vrezen toch of ook? Nou, de leut niet op aankomen. Nee. Die leut niet aankomen, dat zo misschien ook nog. Nee. Opruimen voor Duitsland. Nee, want op een gegeven moment dan pakte ik zo wat op. En dan moest je maar afwachten of je weer kwam of niet weer kwam. Ja. Is er in Hollands ook gebeurd in Oetiet? Dat de mensen nog op pak bent? Nou, ik heb er zo geen naam nu. Ik weet dat die worden goed overgebracht, wat dat betreft. Maar wij jongens die onderdukken waren, die weg waren. Ja. Ja. En Peerden Vorderen, dat deden ze ook? Ja, Peerden Vorderen ook, ja, daar ben ik zeer heel goed van gewaagd, want toen kwam ze van de voedselvoorziening, kwamen ze dus. En dan moesten ze weer holladen van rechten. En dan van allemaal blokken was van, ja, goede meter, zoiets. Ja. En modern, die overkort waren. Ja. En die moesten naar Zwolle toe. Dan was ze verbrand, of dan moest ze van de buurt, maar Joost weer. Ja. Ja, en we waren net, over rechts is het Diekman vracht. Ja, en toen stonden die paar met Duitsers, zeg maar, die stonden op de posten. Ja, en dan moesten zo'n peerde uitspannen. Oh. Wijnreuze stal. Zo een zogende kade zet. Moest eerst aan de kade vijnen en de peerde uitspannen. En dan moest een peerde metnemen. En dan moesten we naar een berg toe door. Kort bij gesteerd door. En dus in het achterstation. Yeah. Weet je wel? Yeah. Ik gooi zo door en naar rechts is de grusland door. Yeah. Ik vind dat als dag van vandaag. Nou, en ik kwam binnen, verder wordt de peer taxeerd. En er wordt zo u betaald, uw kof. Nee, wel. 1350 gulden. 1350 gulden? Ja, ik was een duurste die erbij was. Ik had mooi blijven, zweet met duvels. Yeah. Ja. En, maar het was toch goed geld, denk ik? Ja, het was goed geld, zo ja. Ja, maar het zat in de koffer. Hè. Die brengt nog minder op. Ze brengt nog minder op. Ja, misschien al een heleboel, maar wat voor meer. Nou ja.
Maar goed. Maar, nou ja, en toen, maar toen, toen dat gebeurde, toen kwam die, die soldaat, die, die kwam bij u en die greep me vast. En dan moest wachten door bij elkaar. Nou ja, en dat duurde tot kort voor de middag. En toen kreeg van alle drie peren waren aan elkaar gebeurd. En dan moest hij, ik kreeg elke ene keer drie peren. En dan moest hij weer weg. Ja. En dan moest hij weer naar, ja, Vroms Hoop. Die peren moesten allemaal naar Vroms Hoop? Ja. De hele riem. Weet je wel wat? Allemaal hier in de buurt. Ja, allemaal in de buurt, ja. Die berechten kwamen, ja. Al die waren allemaal voor de. Ja, nou. En dus, die bles van mij, daar moet die, die officier op zitten. De commandant die, door, die de baas was door wat. Ja. En die gewoon komt op eerst zitten, maar mee, die hond voorop. Nou. En jullie moesten, wat moesten jullie doen? En wie lopen nog peer, inderdaad maar drie peer. Lopen die helemaal naar Vroms Hoop? Lopen, ja. En we hadden gewoon een kromp van. Hoe lang ben je erover dan? Hoe lang leden we die over? Nou, je bent 12 uur weggegaan. En we waren samen met 11 uur in Vroms Hoop. 12 uur middag. En toen had je geen telefoon en zo? Hoe was het, nee, nee. Hoe was het nu anders voor je waren? Nee, wist niet. Ja, die hebben wist dat peren van het waren. Maar die wist ook niet hoe waren. En ik wist dat ze vader waren, want op een gegeven moment heeft ze, hoe precies weet ik niet, want dat, kan ik ook, dat weet ik ook niet meer. Maar toen werd ze komen, zeg maar, wat heeft ze door, heeft die wagens en de peren natuurlijk, en de spullen hebben ze allemaal opgehaald. Ja. En dus ze wisten wat er gebeurd was, en dan zou ik deur vertellen bij, of, dat weet ik ook niet meer. Dat, precies, nee, je wordt natuurlijk wel deur verteld in de dood. Maar in ieder geval, ik weet wel, dus, en toen waren we in Vroms Hoop, dat was 11 uur, of alles maal, dat was laat. En we hebben nog geen adem terug gehad. En toen zei we, en toen zei, toen zegt die kaptein die toen in Vroms Hoop was, die zei, we moesten allemaal bij die kaptein komen, want die moest een lijst hebben. Over de begon, dan moesten de nummers van een paspoort moesten op, van een persoonsbewijs. Hmm. Moesten de nummers allemaal opstellen, zeg maar, hij is naar Hannover. Zeg maar, dan kon je zo naar kamp toe, dat je mocht niet meer op de weg komen. Nou, 8 uur niet. Nee. Ja, en toen is de liefst opgekomen, zei de kaptein, ja, I know, men zelf weet, maar je kunt hier overnachten. Je kunt, zeg maar, op strolling, in schuren door, in zo'n gebouw door, ik weet niet wat van. Ja, maar kan je zo'n man voor weer pakken, zeg, even, hou maar om. Nou, daar ook geen behoefte aan. Dus wie? En dan, wie was de beheerder? Dus Dirk van der Linden. Van Nessenberg. Yeah. En je weet van u? Ja, ja. Nou ja, die was zo weer de leider. En die zegt, wie was Godverdomme, maar die hoorde eerst zeggen een bakker toe hier toe. Nou, en die, ja, dat was een 12 uur, maar die bakker hebben ze nu geplokt. En die kreeg een stuk rogge brood. en gewoon water. Die bakker die had een buddy aan de weg, die wisten dat was een bakker in Vroms Hoop, dat hij aan het raam klopt. Ja, Dirk van Linden die heeft aan het raam, die heeft nu geklopt. Ja. En die zei, ja, dingen, nou, hij zei, ik heb alleen nog wat rogge brood, zeggen. Dan kun je tegenwoordig nog wel aankomen bij de boeren aan rogge, zeg maar. Dus dan kun je gewoon twee plekjes rogge brood. En toen boven we weer nog. Met wie? Met hoeveel waren je dan toen? Met hoeveel waren we? We waren toch wel eens met. Ik denk met mannen, 10, 12. 10, 12 man? Ja, ja. Jongelui, maar ook oudere. Nee, ook ouder. Ja, ja, maar nee, nu zeg maar ouder, ja, gewoon een boer, ja. Ja. Iedereen die er toevallig met Peert oprechten was. Ja. Ja, dat was een hele rot, maar die mensen, zeg maar, die boeren waren ook zo opgepakt met Peert. En die moet ook met, zeg maar, en die aan de vrouw, mijn kinderen, die aan de buurt zitten. En je bent met melk niet meer buurt. Nee. He? Dus, maar iedereen ging wel gedwee mee, of was er ook nog opstand? Ja, niet. Die had niks te koop. Ze kreeg maar weg. Ja. Dus, er was wel iets te produceren bij. Ja. Toen, maar er was niks gebeurd. Nee. Want die peren moesten weg. Dus, en die goedschiks aan kortschiks. Ja. Nou ja, en dat bedoel ik nog bij de ene van. En toen waren we er begonnen, ja, maar zo langs Kamp Erika, hè. En toen kwamen we toe, en toen kwamen we nog een heleboel V2 stelen.
die zo klaarmaken hadden en die dan ook weg waren naar Bertern. En dan gingen we stief langs ons, hè. Maar natuurlijk konden we ook niet van de weg opzetten. Dus ja, die moesten wel langs de kader, langs de baden mee, maar ze moesten elkaar passeren. Je bent de hele nacht bij je gewoon... Hele nacht, ja. Ja. En ze hebben de hele nacht bij de deur lopen. En toen was mensen toen zeggen, dat gewoon in omgemaakt, zeggen naar de markt. En dan dat gewoon de steren man, zeg maar. De veerboer. Hè? De transporteur. Ja. Ja. Ik denk wat die was. Nee, daarom een café, ja. Ja. En toen zei ze, van de linde, ik wil hem nog schreeuwen. Jan en Ali. Jan en Ali. Nou ja, goed, die kwam op een moment kon we venster dus de woord was. En ze zeggen, ja, ik zag al zo geen koffie kunnen brengen, maar hoe ben ik dingen zo, wie heb zo en zo. Ja. En ik denk dat, nou ja, we door, nog een kopje koffie drinken door. Ja, en ben die wijn drinken. Zo? Ja. En wanneer was je weer thuis? Haastmaar om 8 uur. Maar ze wisten toen wel inmiddels wij... Ja, wisten wij. Dat we wat van u de mensen de vodden waren en de peren weggebrengd. Ja. Ja. En ik was zo stief aan de klauwen op, dus... Ja. Die waren wel, die wel 1350. Nou, ik had, ik had nog een... Zover ben ik niet ik was... mijn meisje, zeg maar, die woonde in Welsum, dat is van Sprinter. Ja. En daar ben ik toen bij Jan gegaan. En toen heb ik mijn fietsen meegekregen. Oh ja. Dat is toch ook niet lopen. Ja, dat is toch weer even kunnen fietsen, ja. Maar ik was toch ook maar al wat hard. Dat lukt, hè. Tjonge, jongen. Ja, ik weet geen hoe ik in de middel zijn van hier naar vrouw zo. Nou, ik denk, ik weet niet, nou ja, maar je loopt bijvoorbeeld, ik denk, 25, 30? Ja, 30 kilometer is het wel. Ja, maar ik denk, je bent al 12 kilometer, als je een hond bent. Hij zat 12 kilometer op zitten en hij van om naar Nam toe. Die ging via om? Ja, via om. Ja, toen Nam. En dan van Nam op Vroomshoog. Ja. Dat was een heel avontuur, Doris. Ja, een heel avontuur. Ja. En dan een stuk en een Wurmme. Dus nou, de vissers. En 14 kilometer op zitten. Jan de Mooi Bles en die jij nooit weer zien. Die hebben nooit weer zien. Nee. En kon je dan voor dat geld gewoon, ja, dan kon je wel in een nieuw peertvuur terugkomen? Ja, dat wel. Oh ja, die weer teruggekregen hebben, die kosten. Dat was eigenlijk zo'n, ja, dat was 2 jaar, zeg maar. En dat was nog zo'n half belsie. Ik geloof dat die veer in kwart kost. Oh. Ja, je hebt ook nog meer aan de wonen. Dat heb ik wel aan de wonen, ja. Kon je bij negen klanten verkopen? Ja, ik heb hem toen gekocht van de Scheren, in Kamperveen. En was in 2 jaar. 2,5 jaar. Dan waren ze toch niet krenteren met uw betalingen? Nee, maar goed. Dat was Sprint de Neef, hè. Ja. En waar je dan niet gruwelijk lelijk op die Duitsers, dat soort dingen. En ook nog een hele lopen. Ja. Maar je kon niks doen, dus dat geeft machteloosheid. Ja, machteloosheid, hoor. Ja, toen kon ook de... Nou, toen kwamen de... De Duitse zeg maar, een krachtvaardenkorps, zeg maar vrachtwagens. En die leden waren gelegerd in de Emmer Schoegel. Ja. En dan leuven ze de bij ons langs de zijn, de Zandwerd. Ja, die is er nu niet meer. Maar toen lag er iemand weg, zeg maar, vanaf dit. Er was een driesprong, zeg maar, waar de Eikenboom woonde. Mm-hmm. En de weg loop zo, de loop langs ons huis heen, en dan gingen we zo door de opruine, zeg maar, de weg, de bioen achterlangs, zeg maar. Mm-hmm. En dan gingen we door bij Mes, ook een pad heen. Yeah. Dus weer een pad, helemaal langs van, en dan langs van de kolk heen, zo naar Bertern toe. Yeah. Ja, dat loopt naar die Duitse heen. Yeah. En toen een keer hem noemt, twee keer was het. Eén keer is hij om nacht hier gekomen. En die is op geen moment om binnen te komen, is hij weer aan de staldeur of zo. En toen waren er 10 of 12 van hem. Een Duitse soldaat? Een Duitse, ja, in feite. En een keer dat, die was al half bezogen. En die stond er met een revolver te zwaaien. En op een gegeven moment kon ik het ding af. Ah, ja.
En zat een gat in het pot, nou, goed, dat heb je vijf het ook kunnen schieten. Ja. Maar goed, toen nou de buddhan is mijn vijf en is even nog langer heest het. Dat de medder kon zeggen, ga je even werken met hem, maar is hem in de knieën weggevraagd. Dus. En je was er ook een keer helemaal gewoon zien wie erbij was. En de volgende keer heb ik een keer nog, maar toen was ik niet thuis. Toen was ik bij mijn oma door, want toen woont gevoelig. Dat die Duitsers zo kort bij kwamen en alles. En toen mijn vader, mijn broer, aan het Twentse weg zit. Hmm. En die heeft toen nog weg geweest. En toen ben ze opgenomen. En toen ben door Duitsers, zeg maar, die ben door weggekomen. De ene was was allemaal weermacht. Het was geen SS of zo, dat spul niet. Nee. Maar die hebben dus snaps gekregen. Drank. Ja. Nou, en dan ze met hem. En toen heeft ze bij u, zeg maar, heeft ze die aan zijn suiker bij en dan wordt ze, daar werken ze op. En daar werken ze op, zeg maar, en dan doen ze afkoelen en dan was het nog sterker. God, God, ze waren stop eronder. En was dat bij jullie op de boerderij? Ja. Toen kwam ze de boel uit Monding. Ja, dus. Maar met alle geweld heeft ze dat weggekregen. Hier was nog redelijk. Ja. Die hebben toen nog met hun. Ja. Nou, en toen kwam er weer twee op het huis. Ja. Heb je er ook last van had of mee te maken? Ja, nou, mee te maken. Last hadden we niet verder van had. Maar het was wel langzaam allemaal. Als er wat geteerd al werd, want zie je iedere keer dan leuven ze nog geweest met zeg maar, de honger naar Jan. Zeg maar, schieten op was het ja, huis nog, wat zelfs. Was er samen door. Dat, nou en dan pas die, ja, we vertrouwen natuurlijk nooit, hè. Want ze zijn, die dingen die zijn nog doen als in de pastorie. Die komen dan. Die staan zo verstandig vuur. En, maar op een gegeven moment, nou ja, maar dus, en toen was ik een keer om de. En de honger, iedere keer gong dan met eens weer V2's op. En toen op een goede dag toen. Toen wij gaan proeven, en toen kwam de veer vliegtuig, toen kwam de geurens aankomen door. En dan keek hij op, en op een gegeven moment zeg maar, ze waren eerst informatie, en toen hoe ieder zwaaien erop. En die duikt zo op mijn arm op, en die gooit een paar bommen op. Ja. Nou, en de vlugge met een rode bocht weer terug, vlug zo neer, ik kon de pilot zien zitten. Ja. Nou, en toen die andere drie erachteraf, en toen kwam ze met een mitrailleur erover. Hè. Komt de keer weer over. Engels? Ja, Engels. Ja, ik denk dat het Engels waren. Dus, nou ja, en toen. Ja, en toen vloog ze weg weer. En zaterdag waren ze voort. Ze hebben direct de boel op. De Duitsers? Ja. Ja. Ze waren ontdekt. Ze waren ontdekt. Ja. Ja, en toen zaterdag iedereen loopt erin en kijkt door, tot iedere waren ze door. Ja. Ook door die bombardementen of zo? Nee, die bombardementen, ja, waar die ook op wat plekken door bomen. Maar ik ben een bom in het aandeling. Ja, langs mijn termijn door. Ja. En hier is er nog gewoon vrij kort aan de kaart terecht gekomen door hier binnen in de grachten. Nou ja, en als ze verder raakt hebt, dan weet ik ook niet wat ze allemaal bleven. Ik kan wel zien wie die niet ontploft is, dat weet ik niet. Maar toen, maar ja, god, er was hier in de wagen. Ja. Ja, was achterlood me. Ja. En alles besmeerd en zo. En ook in de juizen ook iets gebroekt heb. Ja. En al als het weer een scheet van hoe of wat. Dus, nee, het was. Nou ja. Ja. En toen kwam de bereding. En toen op een gegeven moment die dag dat we kregen in 13 april. Toen kwam samen zeg maar auto-luus volle. Canadezen, de hele schuur voor Canadezen. Dat was een stuk plezier, denk ik. He? Ja. Dat was een stuk plezier. Ja, ja dat lag. Eigenlijk was het de boerderij toen ook wel groepshuisvesting, net als nu. Nee, maar ja, ik moet naar heen. Toen was het ook wel groepshuisvesting. Ja, eerst Duitsers, ja. Toen Canadezen. Ja. Natuurlijk zitten er allerlei andere groepen. Ja, dat was toen ook al. God, was dat wel. Hoe kwam die Canadezen zo bij jullie? Wat was door aan? Je kwam zo die weg opzetten, zeg maar, die daar binnen deur loopt. Ja. En dan vroeg ze of ze nog mochten waren. Ja, en toen de eerste reed ze deur. En toen weet ik nog middag, toen kon ik zo'n neerbestel aan zitten. En
Die heeft ook de motor, die had het gras laten lachen. Mm-hmm. Daar hebben ze kanonnen neergezet voor zorgen. En toen kwamen ze hier bij ons, zeg maar, kwamen ze aan nu die schuren, maar dat was daar zo naar het land toe. Binnen deur was maar kort afstand. En dan hoorde ik die zeggen, daar gaan we die schuren boven. Mm. En toen ben ze door, het was veel jaar, dus er was maar weinig uur meer. En die bent toch al leren door, zeg maar. En die aan de auto stonden en de koe. En de kon tabak kregen, en die kon sigaretten kregen, die kon alles anders. Ja. En kopen, als je wist nog wel wat van geld. Ja. Dus, die hadden er ook al bij. Ja. Wat handelden ze? Ja. Wat veranderden ze? Wat kon je kopen dan? Ja, sigaretten namen ze weg, hè? Ja, en sigaret en check. Maar die kon je kopen dan? Ja, kon je kopen, ja. En pijp tabak en een sigaar en alles anders. Ja, maar die waren daar voor de troep eigenlijk dan. Ja. Maar toen in de vuurkamer van ons, daar hadden ze, zaten we daar niet. We zaten er in de keuken, daar voor in de schuur hadden ons van keuken. En daar zaten we, zeg maar. En toen ze zaten we in de vuurkamer. En daar zaten ze met telefoon, zeg maar, hoe moet ik het denken. Ja, de radiografie. Ja, radiodingen zijn. Er zijn de officieren zaten door. Ja. En die gingen dan, die gingen al die kanonnen. Ja. En die waren dan inschieten van Zwolle. En, toen spenden ze hem zes. En ook daar langs de Lordenstorm, de hele schuur lag vol. Er hangen allemaal een heleboel aan in het uur. Ja. Ja, ik is wel een croissant met fiets naar binnen zetten en lag erin en lag in de gutter van de koe. Ja. Maar er was niet de pikken waren eruit, die waren alleen klaar. Oh ja, dat is goed. Ja, lag op de slag. Ja. En zet ik altijd mijn fietsen neer, maar dat kon ook al niet meer, dus dat is gewoon zo. Vond je wel goed deze keer? Ja, vond ik wel goed, ja. Ja. Nou ja, maar toen kon je eindelijk weer vrij uit leven. Ja. En boeren. Ja. Want, we praten dan over 45, dus dan ben je 25. Ja. Op een gegeven moment ben je ook getrouwd, hè? Ja. Want, hoe heette je vrouw? Splinter. Splinter? Ja. Hoe heette ze? Sidi. Ja, Sidi Splinter. Gesina. Gesina. Ja. Maar Sidi was dan niet. Wanneer heb je die ontmoet? Als tiener? Oei, ik had me wel eerder ontmoet. Maar ik ben eigenlijk, als ik denk, serieus tegenkom in, met het Brugse van Korn. Ik ben een vriend bij jou trouwens. Oké. En zeg maar, ik ben nog dit jaar, ben je ook wel kent. Ja, ik ken. Korn van de ministers tegen. Ja? Jan Korn. Ja. Ja, je had hem ook bij. Nou ja, goed. En die was vriend bij jou toch. En met Dick, zeg maar, die heeft met me naar Lange Wittersvoer gegaan. En zodoende zei we kunnen, we kwamen weer wel kunnen. En kwamen, zo Dick kwam bij ons en we kwamen door. We. Ja. Ja, maar, en toen was het. En toen heb ik dan, nou, als iets zeg maar, is het aan de bleek. Ja. Dus die aan een bruiloft aan de overkant van de Vechten. Ja. Eigenlijk ja. Relatief wiet van Honorst. Ja. Ja, en toen, god en weet nog best een keer. Ja. Had een buurmeisje die trouwde, die was er van Meenders. Ja. En die moest er naar de Brugse toe. En toen, god ja, en dan soms moest je toe binnen, dan maakte u. Dan moest ik nog. Dat was in de oorlog? Was in de oorlog. En in de oorlog moest je achter je binnen. Ja, achter je binnen. Oh ja, en toen moest ik zo mogelijk aan u toe. En dan zwoorde punt was die brug in dansen, hè. Ja. Maar dat is allemaal lukt. Je mocht niet bij je brieven slopen nog? Nee. Nee. Maar hoe oud was je dan? 18 of al ouder? Of? Nee, toen was ik denk, ik 22 denk ik. Ja. Ja. Toen was nog niet zo onveilig als nog wel later. Nee. En wanneer ben jullie dan samen gewoon? 47. Noordoorlog? Ja. 47. Ja. En toen is hij bij u aan de Zwarte Weg gekomen? Ja. Ze leeft niet meer, al lang niet meer? Nee, 11 jaar geleden.
2 september is het zo. In 2004. Ja. Hoe lang ben jullie samen geweest? 47 jaar ben je al. Ja. Ja. En jullie hebben ook een grote schare kinderen kring. Ja. 12, hè? Ja. Dat was ook voor die toch al een respectabel aantal. Ja, was. Dorfje. Ja, was zo. Ja. Was dat beleid of kwam dat zo door de titel? Ja, dat kwam zo. Dat was geen beleid. Nee, kwam zoals het kwam. Ja. Ja. En zo is gekomen, zegt Zonneveld. Zo is gekomen. Ja. Ik weet ook dat Chip geloof ik ook een afspraak met u, dat elke zondag, of elke zondag ben je bij een van de kinderen geloof ik, hè? Ja. Ja. Dus dan ben je... Ja, Chip, ze zelf het ook zo gedaan, ja. Ja, maar dat is met 12 kinderen ook wel te doen, hè? Ja. Ik was een week in 3 maanden, alle iedereen, ja. Toen ja, 12 weken aan de beurt. 12 weken mee, ja. Dan ga je naar een kinder toe en dan ben je de hele dag door zo? Ja, meestal... Toen koffie denk ik nog wel, hartstikke op. Hartstikke op. En dan ga ik meestal tegen een uur of 4, dan zeg ik, kijk maar wat er is. Ja. 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 Ja, ik ken toen wel een aantal kinderen van hoe, want vroeger dan gingen we hier op zolder op met kappers. Ja, dat is ook waar. En dan maar ja, de helft van de zaal waren allemaal broeksen, weet je wel, dus dat kon je niet mee. Nee. En wel een tweede ik mee. Ja, ook nog. Als een kon je elkaar al. Ja. Dat is een keer, die kappers een keer dat ze een keer van die shirt of zo verwisseld hebben. En toen hadden ze een verkeerde te pakken. Dat was een Frans en een Mick. Ja. En Martin heeft toen de andere dingen aan het trekken, maar Mick had hier niks in. Oh, de vriendin van Frans had die nu, hè? Oh, dan zou ik dat toch nog eens een keer over onderhouden. Ja, nou, ik weet wel, in Onduzen waren die jongens ook wel een beetje niet altijd geliefd, want die haalden de mooiste meiden, haalden ze ook wel in Onduzen mee. Dat weet ik niet, Paul. Ja, want in Onduzen waren er kennelijk geen meiden genoeg meer. Ja, dat is ook saai, hè. Dat is toch al niet zo. Maar je kon ze meestal herkennen, want ze zijn meestal een beetje, die zeuns van u hebben de lach ook altijd in de buurt, hè? Ja, dat is wel. Heb ze dat van u of van uw vrouw, of zit dat in de geest? Nou, ook wel iets van mij. Ja? Ja, ik was vroeger ook... Maar ze hebben zelf ook, ja, ik kon goed meedoen, laat ik zomaar zeggen. Ja. Ja. Maar, ze was iets bedaarder, maar ik was ook niet... Die zou hem verteven weer. Die zou hem beetje verteven weer, ja. Ik las ook een verhaaltje over bij Silvo en Irma op de Zwaluw op de Stietno. Ja. Mooi beeld. Stito Buten in die Nis, tenminste zag ik op internet staan en door was, dat is een Maria beeld denk ik, bij jullie huis. Ja. En elke keer als een van de jongens ging modderen, dan was er een keertje hier brand. Ja, normaal ja. Ja toch? Ja. Ja, dat is natuurlijk zo. Ja, maar de shirt, ja, 3. Ja, nee, echt er is een even, ja, die jongens hebben ook wat dan, zeg maar Frans en Martin. Marcel. En Silo. Hm. En Marcel en Noten, die zou al niet doen met zijn werkvader en Nicole. Dan moest ze binnen goede melk. Ja. En maar Marcel, die hebben wel race en ook alleen Assen, zeg maar. Ja. In de lichte klas en zo. Ja. Ja. Ja, dat kan wel herinneren. Ja. En dat was gevolg. Ging je door naar Kieting of? Ik ben, ja, ik heb hem meegeweest, ja. Ja. Met Jan Kappers. Oh, ja. En Rie. Ja. Ja, en die wordt de ene week, die wordt ook een keer zien en dan moest ze dan denken, oh, ja, dat is heel interessant om te zien. Ja, vond je het wel goed dat ze deed? Hè? Vond je wel goed? Ja, die was angstig, maar ik was altijd wel angstig. Ja. Ja, en dan mama zegt, nou ja, een visioen deze keer, en nou door binnenkwam ze met een kisten of zo. Ja. Ja, nee, dat was weg. Maar ze hebben ook wel zijn best toe. Dat ze gewoon op de weg bij die aangerezen waren en daar is ook een keer geweest en daar heeft ze de... Dus, en die jongens hebben het gehoord van de radio, dat de politie daar achteraan zat. En dan gingen ze van Nesten weg en dan gingen ze, zeg maar, dansen, zeg maar, dan gingen ze wel eens maar weg weer over. Ja. En de, nou ja, op een gegeven moment heeft de politie dat ze niet kunnen krijgen. En de later bij die jongens bij de kapper gehouden en toen bij de politie is weer overheen. En bij kapper hebben ze dan, die jongens onderaan had.
Onderaan dat? Ja. Oh, toch? Maar via respect, maar ja, ze, kon, ze hebben niet letterlijk betrapt. Nee. Huh? Nee, maar oh, ze heeft ze later... Ja, maar die lui van de politie was kwaad, want die had, ze had iedere keer al, zat ze al niet, ze had altijd te gauw op. En ze had alleen een poort bij kappen zijn. Kon de politie niet hebben. Nee, maar die waren wel verkeerd, weet je. Ja. Ja. Nog even over de boerderij door. Ja. Dus je hebt die boerderij, 38 een schuur erbij, en er is gewoon gegroeid. Het land aan de overkant van de Zwarte Weg, dat daar jullie ook altijd, hè, wat nou natuurgebied is. Ja, dus het land, en er was eerst, zeg maar, het land hadden we door net langs Kratvoortweg, hè, mm-hmm. En achterlangs, en dan helemaal langs Betuidermijn, helemaal langs Betuidermijn, en dan bij Van Toren door, bij de Koeland, en dan lag een stuk van, dat was van de Horten, dat was van de familie van de Kolk. Die woonde ook, die mensen zitten niet meer, die werken ook niet meer. Nee. En dat is toen verkocht en ik ken die Jonkheer Greven, die kende ik goed. En toen zei ik, als ze verkocht won, waar dat schreven kwam, ja, en kwam van die van de college waar de auto zat. Hmm. En toen is het rondtaxeer, en die ronde we kregen. En toen is die buurman van ons, Damman, die is opgehouden met boeren. Toen kreeg die konden dan stoppen en dan kreeg ze vergoeding. Met melk? Ja, we stoppen met melk, zeg maar. Slomregen? Ja, dat komt bij buurman. Maar goed, die heeft dan... Die is er opgehouden dan, en die kregen werk, zeg maar, en toen ze dan, hebben thuis verkocht, en dat alles nogal. En toen hebben we die grond ook gekocht, vlakbij, zeg maar, wat wordt nu gebouwd op. Ja. Dus, maar weet het, dat wordt de stal opsteed, dat was ook wel groot van, was ook door nog van Damme. Ja. En daarachter die grond hebben we ook gekocht. Ja. Bij de constructie, en dan hadden we door Noorse, de Bie van Toni door, zeg maar, de Noordzee van de Kolk. En dan had hij door ook nog een paar bundelingen die ook gekocht. Hmm. En toen ook weer door de bundel. Zo heet helemaal u de prijs. Zo heet u de prijs, ja. En maar jij ook een... En we hebben nog veel bundelen achter de Dals gekocht. Oh ja. Van de Schokken. Zo. Ja. Maar je hebt ook samenwerk met je eigen zoon, hè, met Leo? Ja. Nou, jullie ook samen weer de boerderij? Ja. Jij is in Moorschop en daar heb ik het overdag. Ja. En toen kwam weer Reuvenkouding kwam toe. Ja. Nou ja, en dat was een. Eerst zeg maar, kost die dronkvieling. Zeg maar, dus. Ja. De priester, maar Leo die had inmiddels, toen hij bekend was, zeg maar, die taxatiepriester bekend was, toen is Leo erop uitgekomen, zeg maar. En is kicken, zeg maar. Ja, voor het terechtgekomen, dat wordt wat ik koop was. Ja. Nou ja, en toen. Dat wil zeggen, nou ja, als het zo moet, dan doe ik het niet. Nou ja, en toen op een gegeven moment is de. Wat het toch hebben? En toen is de provincie zo aan de brug gekomen. Nou ja, en toen is het deur, maar toen kon ik die boerderij hebben, dan kan ik kijken bij zien, aan de dam van de weg. Van de Wechten. En die stok, want die heeft. Die heeft toen ook een ongeluk gehad. En die stak toen een keer last van de bienen. En ik kon niet in de kelder staan weer met melk en zo. Hmm. Ja. En toen eerst ook die eerste NMS. En er was kort ook weer rondkring. De Koorstraat in Am. En toen is later kwam een keer een bericht dat ze. Of er nog weer wat komen. Ja, ik ken niet voorwaarden en toen de deur gewoon. Toen de deur gewoon? Ja. Dus zo'n boerderij, die is geen boerderij meer nou, hè, voor Oma. Nee. En misschien mijn opa was er misschien ook wel wat boer. Dat was van oudsher een broeksplek. Ja, is het nog? Nee, het was zo. Er zat een sticht zat erop. En die had, sticht had geen kinderen. Sticht was het, ja, de boerderij ging door. Ja. De boerderij, waar toen nog maar 7 bunden was. Ah, okay. En die was ook niet dekker. En die dek moest overal, zeg maar, zoals
Pieter van Deren, die boerderijen en dat soort allemaal door. Dat hebben hele mooie verhalen daar soms. Maar dat, en toen is mijn moeder in Simu, die stuurde mijn kroon bij. Mm. En toen is dus mijn moeder, zeg maar, die is, en zoals dat vroeger was, er was geen gekheid vroeger. Dus mijn moeder is toen als kind van 8 jaar door bij die stip te komen. Dat was zijn oma. Oh ja. Zie je? En nou ja, dus mijn vader zou later binnenkomen. Ja. Zeg maar. Oh, zo. Ja, zo is het. En zo is het. Maar nou is het dus, toen kwam de ruilverkaveling en toen moest de boerderij ja, noodgedwongen eigenlijk gestopt worden. Ja. He, hoe was het? En die woonde zelf ook nog. Ja. Dus hoe was dat voor u? Ja, dus, ik was er niet blij met. Nee. Nee. Dat kan niet gebeuren. Ik had nog een mooie vrije loop. Ja. En ik kon door, zeg maar, en ik kon door, ja, ik kon door vaker, ik kon nog mooi helpen. Door, zeg maar, invallen en zo. Dus, ja. Ja, en later, ja. Maar goed, ik ben naar de toekomst kijken. En Leo moest met verder. Ja, je had een verder een mooie plek. Ja, maar toen eerste tijd, zeg maar, en toen kwamen we in, er was geen grond meer hier op Noorders. Een huis opgezet. Dus, en dit kwam terug. En toen deed ik erin. Ja. Dus, de burgemeester zat ook nog bij die jagen. En dat ook. En bewezen heeft dat ik ook in hier overgehouden de commissie zat. Hmm. En toen ben ik dus hierin terecht gekomen. Hmm. En de volgens mensen gingen altijd nog naar huis toe en kalf wetten. Ja. En dingen zo. Nou, en dan ging ik bij huis en ging ik dan dit in 9 uur zo een keer brood eten. Ja. Nou, en als er wat te doen was, gewoon wurmen. Ja. Gewoon in werk. Toen heb je heel lang gefietst. Ja. Ja. Dus ja. En dat land aan de overkant, hè, dat is nou allemaal natuurgebied. Ja, allemaal. Ik snap niet. Ik sprak ooit iemand die zegt van als mijn opa die grond allemaal ontwikkeld heeft met een schuppe wummerspit. Nou, als hij dat zou zien, dan zouden de troon in ogen springen. Maar. Ja, dat is ook zo, ja. Nee? Ja, nu zie je, ja, echt voor. Het is allemaal, en die snapt niet hoe snel dat ging. Yeah. En nu ziet hij, stukken grote polen Russen. En dan zit nu een hoofd op van dikke, armdikke. Yeah. Ja. Maar die grond aan jullie ook ben je gekocht, of aan jullie die ook zelf? Aan hoe waren die ook al die grond ontgonnen? Al, ja, die hadden we. Ja. Maar was er altijd al zandgrond, of was dat? Nee, het had altijd, ja, nee, ze toen kocht, toen te kocht is het stond op als moeras. Dus het was vrij leeuw door. Ja, dat had hij dan. Maar daar kwam natuurlijk ook wel, er was ook geen goede ontwatering, was het ook niet. Nee. En later is die ontwatering, die sloot met verbeterd en toen, in nat behalve dan nat jongen. En hij doet nog wel overal, nog wel land, zeg maar, wat nog wel. Hoe je nu ook moeilijk op kon komen. Mm. Maar dat was toch goed bewerkbaar. Mm. Zo ik later een keer diep loop groen. En werd geïgaliseerd, de eerste drie. Ja, dat was goed bruikbaar land. Maar je hebt wel mooi zien dat het boeren hoor, in die jaren, ook jaren 50 en 60 enzovoorts. Ja. Ja? Ja. Het is alleen bewerken van is, zeg maar, dat je altijd met een koen van huis moest. En hij een koen bestaan, maar dat kon toch wel, maar ik had ook nog langer bij de schoolling. Bij de Emmer school, daar lag ook nog 2 bunden. Hmm. En dat, dat is dan in de herfste koen, zeg maar, de herfst, en dan moest van de weg de koen allemaal in de auto en dan door Henry. En dan, Henry van de weg, Henry van de weg, ja. Dat was een goede kennis van hoe, hè? Ja, ja. Ja. En ik was, ja, dus was altijd, waar we altijd groot met en, ja. En dingen zo, ja. Dan ging je wel die nog meer een koffie drinken. Ja, ja, dus zo, ja. Ja. Ja, van alles mee. Ik ben geweest met Hendrik en later toen ik hier gewoon gewoond. En als Hendrik aan zei, ook zeg maar hoe of wat, en zei, gooi met, dan ging ik met hem met. Maar Hendrik is ook maar vaak op de schatten. Daar kom ik maar een keer naar en word ik zo'n verkoopter in. En doe er door in de buurt, het was. Nou ja, we hebben kicken best en zo. Ja. En zulke dingen. Dan gaan we vaak met elkaar met, dus ja. 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 Waarvoor een vriend van ons, dat ik mensen. Ja,
Ik ontzettend mist. Ja. Hoe is het dat je jouw vriend Nikker bent en hij natuurlijk heel veel mensen die je kende hebt en goede kende hebt, die leeft niet meer. En men zegt altijd van, ja, dat levert een soort eenzaamheid op, maar ervaar je het ook zo? Ja, nou, nee, dat mag nog echt niet zijn. Dat heb je pas een weekend achter, een familieweekend achter. En dan, nou, dan is dat, weet ik wel, bijna zo'n dikke vliegtuig, maar. En dan is dat druk en de dingen zo, en dan hoor je de bezig en dan kom je, zeg maar, de vriendenzaal begint het meestal en de zon is meestal in huis. Dan kom je in huis en dan heb je, dan is het wel daar, als je stilte dan hebt. En het is ook wel druk geweest. Ja. Het is wel daar als je stilte hebt. Maar dan heb je ook weer, dan mis je ook die contacten weer. Ja. Dan is het een stukje eenzaamheid. Ja. Dus zo ligt het allemaal zo kort bij elkaar. Ja, ja, dat in balans. Ja, ja. Maar je hebt een heleboel goede vrienden van vroeger. Oh ja, je leeft allemaal niet meer. Dus, ja. Dus een kringetje aan leeftijdsgenoten wordt steeds kleiner. Ja, ja, en om morgen wordt het allemaal goed. Hè? Ja. Het is gewoon zo. Ja. Wel, zeg maar, ja, en die jeugd, ja, die. En jongen die toen, wat toen vroeger jeugd was, of nog een stuk jonger waren en zo, die hebben nu wel weer mensen van 75. Ja. Die komen weer koersbal. Ja? Die komen op de koersbal weer tegen. Ja, die komen zo weer tegen, ja. Ja, juist, ja. 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 Je hebt ook, ik denk dat je een heleboel mensen kent ook, want je bent bijvoorbeeld, weet ik, 68 jaar lid geweest van het kerkhoor. Ja. Ja. Hier gewoon nog, 68 joh. Ja. En die moesten eigenlijk stoppen omdat je de muziek niet meer kon zien, niet meer lezen. Ja. Maar 68 joh, dat is elke week oefenen, denk ik. Of wel ja, elke week, ja, elke week heb je repetitie. Nee. En hij dan wij dan vaak ook nog bij aan de binnenoost. Waar hij in het geval dat je plattelander bent. In Londen bent, de rouw en trouw in de weg. Ja. Was, dus in morgen is er niet zo druk meer. Ja, trouw, rouw, nog wel, maar trouw nu meer. Dus ik bedoel, dus, hij heeft vaak in de weg ook een keer moeten. Ja, ja. Als dat dus voor u kwam. Ja. En dat duurde meestal aan de deur dan, zeg maar. Ja, de weg erbij. Ja. Maar bij ons waren dan altijd zo. Dus moest je altijd, en de organisme moest ook altijd weer, dus met die dingen. Dus hij is ook nog. Ja, daar ook werk. Je bent gewoon heel jong begonnen, nou van maar net in de 20 eigenlijk. Ja, ben je het herenkoor even naartoe? Ja. En dat deed je door tot je, ja, tot 88, 89. Ja, ja, 89, ja. Al die jaren, elke week. Ja. Is niet te tellen. Nee, dat is niet te tellen. Ontelbare noten. Ja, nee, dat is. En sommige liedjes die jij duizenden keren zingt. Ja. Maar dan heb ik nog heel veel kennis en gekend van de. Ik heb nog voorzitter geweest, ook nog voorzitter geweest van Sibeco. Nee, Covego. Mm-hmm. Ja, plaatselijk afdeling. Ja, ja. Plaatselijk afdeling. Covego, wat was dat? Covego, dat was Vega. Zeg maar, Covego, die zorg, zeg maar, die Covego had toen ook slagerijen en alles. Zeg maar, slagerijen nam die ook. Ja. En zeg maar, en dat was, nou, dat was gewoon, zeg maar, vee of zes. Ja. Ja. Maar wat deed je dan lokaal als afdeling? Lokaal als afdeling, nou, dat duurde niet zoveel lang. Dat was geen drukke baan, dus. Maar toch, maar weer bij je voet door de vergadering had je wel, iedere keer gewoon die, bij het spreken, zeg maar, hoe het zat, in de handel zat en zo. Dat niet allemaal. Nee, maar dan ontmoet je al die mensen. Ja. En die mensen die kwamen dan, ja, zoals Meiling, de Grondwerk en dingen zijn dan een keer het centrale verhaal. En hoe het bij achterom, die kende ik ook zo goed, Warmenink en Hesseling. Ja. En zo door de keer. En later met de vergadering, met
van de coöperatie Salam, die was wel een intensiever. Wij geregeld eigenlijk elke maand uit de vergadering wel. Daar was je ook in bestuur van, hè? Daar was ook bestuur, ja. Daar was ik secretaris van. Van de coöperatie Salam. Coöperatie Salam. Dat was een veevoedercoöperatie. Veevoedercoöperatie, en die was een coöperatie die samengevoegd was, zeg maar, door Van Vilsen, Honers, Dalsen. Wat zijn meer weer? Zwolle zelf, de Humsten, door. Ja. Ja, en door een boel. Dat was nog een boel. Ja, en dan was de. Hoe de dingen zat ook bij, Kampen zat er ook nog bij. Daar heb je van geleefd aan. Dat was wel een drukke klus. Ja, dat was wel een drukke klus, ja. 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 En wat deden jullie dan? Hij ook nog wel. Ja. Er gebeurt ook nog wat. Ja, en je het beleid voeren, het bepaalde, ja, zeg maar, van het beleid. Maar, ja. Maar dat is allemaal opgehouden in grotere eenheden. Ja, dat is allemaal weer opgehouden in grotere eenheden. Ja, Agri-firm. Ja. Agri-firm is dingen opgehouden, ja. Maar was ook wel gezellig, denk ik, of niet? Ja, ook wel. Zeker in de, ja, in de vroegere, wanneer wij door secretaris van? Dat is al een tijdje geleden. Goh, ik zou geen idee weten wat voor jaren dat ze wisten. In ieder geval nog in de gezellige jaren, dat zo. Ja, ik heb zeker nog, ja. Ja. Ja, elkaar nog kennen dat er nog. Ja, die zijn ook nog boerwijn en alles, hè? Zeg ik, ja. Ja. Nou, ik denk dat ik zeg maar. Misschien. Is in jaren 80 geweest, zeg maar, 80, 90. Ja. Ja. Toen viel ik dat ook bijna helemaal in Indonesië geweest. Met mijn vrouw. Hmm. Oh, ja. En 3 weken meer naartoe geweest. Kijk eens aan. Ja, dat was ook speciaal voor jullie natuurlijk omdat uw broer doorgebleven is. Ja, dat weet ik nog wel, maar het was een race van de KNWTB, zeg maar, boeren. We hebben allemaal boeren en tuiners. Ja. Maar we hadden het hele land. Oh, oké. Okay. En die hebben ook, mensen ontmoet uit Brabant, uit Holland, uit Zuid-Holland en Friesland. Ja. Ja, dingen zo, zeg maar. En dat was de eerste keer dat we in vliegtuig gestapt werd. En toen. Ja, je kunt dat best in mijn vrouw nog wel eens in opzagen, een derde gewoon. Ja. Maar je bent met gewoon. Ja. En daar was je breder met gewoon. Ja, zo riep niet aan. Ja, en toen, ja, we hebben dingen binnen in Amsterdam en die dingen zijn goed, we hadden 18 uur al inzet. We hebben in BDS van Amsterdam, ik wil eerst een Cairo, dat heeft mijn land. Maar we zouden om 2 uur weg gaan, smiddags, en we hebben samen de Malmström een berg gehad. Maar ze waren nog met een vliegtuig aan de gang. En ze waren zo met aan het repareren met die ene motor. En ben je op de plek geweest voor Oembreur om een compromis? Ja. Precies op die ja, plek? Ja. Ik ben op de plek geweest waar ik weer de best ben. We ben eerst gewoon naar het land, zeg maar, op Singapore. En daar hebben we een nacht doorgebracht, hebben we soms een hek door. En toen ben ik zaterdag en ben ik weer in vliegtuig gestapt, binnenlands vliegtuig, en ben ik naar Meerdammen gehouden, Sumatra. Hmm. En daar ook nog een dag rond de reis met een busje. En toen ben ik nog een dag op Toba Meerwest. Hmm. En toen ben ik weer in Meerdammen vliegtuig gestapt, ben ik naar Jakarta. Daar ook nog even bij West. En toen ben ik daar gewoon naar Bandung. En toen in Bandung ben ik. Toen hebben we een taxi gehuurd en toen ben ik naar het paraatplaats gegaan. Hmm. En dat was emotioneel was het op dat moment. Dat snap ik. Dat heeft die naam dus niet staan op zo'n 4000 man wacht hoor. Yeah. En dan zie je ook Bertsal, hier naam van Bertsal. Yeah. En toen was hij net, ja, ook bij de begrafenis waren. Yeah. En 14 was dan maar een paar woorden op papier en verder niks. Nee. Nee, ja. Nou ja, en toen ben ik zo bij de reis en dingen. Toen ben ik last op Bali bij Wijners. En toen ben ik weer teruggegaan. En toen ben ik naar Jakarta weer teruggevlogen. En toen kwam meneer Lubbers en meneer Van der Broek kwam bij ons in vliegtuig. Mm. En toen ben ik naar Nederland gekomen. Dat was toevallig dat hij bij jullie in vliegtuig kwam? Ja, dat was toeval. Oké. Okay. Dat was puur toeval. Ja, ja, ja. Ik weet wel dat we er waren. We moesten in één keer. We zaten nog te wachten op de. Dat we weer in de oorlog moesten stappen op een ander vliegtuig. En in één keer moesten we weer allemaal in de benen, rap. En dat vliegtuig in. En de duim, god, wat is er dan? Toen ik op. En in één keer, rap, rap. Mijn
Nou, en Zavi, dat, hè, van de Broek en Leuvense. En de Leuvense kwam later op wereld in, die zat zelf in de business class natuurlijk. Ja. Boom. Maar later kwam natuurlijk de computer nog naar beneden toe. Dus. Maar een van die boeren uit Brabant, die gooide nog een briefje op in de vlucht aan die stewardess of die hebben een boom wil brengen, meneer Leuvers. Oh, en dan kwam Leuvers. Hier ook nog Nederlanders staat. Ja, ja. En door kwam even naar beneden. Ja. En je moet nog eens terug. Ja. Ja? Ja, we hebben gesproken. Ja, gooi je hier gewoon door met vrouwen. Ja, natuurlijk. En ze zeggen, nou, wat vind je ervan? En wat heb je gedaan? Ja. Ja. En Van den Broek ook wel. En ik kon heel leuk met vrouwen. Dus, ja. Maar ja, dat kennen we nu hier heel goed. We lopen hier altijd bij. Dus, ja, en laten we nog weer spreken hier zo. Ja, nee, ik heb hier nog niet weer spreken. Maar we hebben weer gezien, maar niet weer spreken. Nee. Dus, is het wel een beetje in de gemeenschap of is het toch? Ja, is heel gewoon, ja. Jawel, ja. Maar doet dat ook mee aan bepaalde dingen? Nee, dat niet. Je doet dan zo met die. Je ziet niet meer sproeifeest en zo. Nee, dat zie ik niet. Nee, dat niet. Nee, maar je ziet met Fritsje hoe of wat. En als er hier wat is, aparte geest toe met de opening van die mullen en die dingen, dan is het altijd wel. Dan wordt ook gebruikt, hè? Als ja, natuurlijk wordt het gebruikt als een reclameproject. Ja. Ja, absoluut. Ja, leuk. Zit ook aan de weg. Je hebt ook de molen, dat is. Die kun je hier zien, als je hier de deur uit gaat. Ik zie de molen, ik zie de kerk. Hier heb je het mooiste uitzicht van heel hoog, of zo bijna zeggen. Ja, dat kan ja. Maar ik ben blij dat de molen weer drijft, want je hebt hem natuurlijk in vroeger tijd zien drijven. Ja, ik heb ook zien, ik heb ook zien vallen. Zien vallen, ja. Ja, toen, zeg maar, op een gegeven moment ben ik aan het repareren was. En ze ben met repareren met de stelling. En dan heb ze een hoek gezet en dan ze betogen als ze verbunden. En dan zou wel wat tussen kunnen zijn. Ik zat in school, ik was 12 jaar uit de grootste klas. Yeah. En ik hoorde wat lawaai, ik keek in de route, ik kon zo zien. En ik sta zo in die stelling, spiraal van zo naar beneden stort. Yeah. Ja. Nou, en die schoolmeester, die van Steenbeek, die hong als ik weet niet wat naar buiten. En is naar de smidden gewoon even hierin, die zat toen nauw zo. Yeah. En dan ging die jammer verslingen. Dan ben je daar op een stempel erop. En die zullen het anders blijven, dokter waren. Want er waren mensen op die stelling? Ja. Ja, hij zat de bisschop zat er niet op. En die lag onderaan aan de muller. Ja. Ja. Maar hij is wel overleefd, hè? Ja, hij is wel overleefd, ja. Hij is een heupbrug met een bienbrug met de heup. En hij is toen mocht nog ziek, maar zo school natuurlijk. Maar je hebt ook gezien dat de wieken eraf ging? Ja. Ja, we zien dat ze afgehaald hebben, ja. 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 En dat was een kaart, denk ik. Maar er was een andere tijd toen, denk ik, of niet? Er stonden toen niet allerlei protestmensen bij van. Nee, die liggen probleem. Nee, niemand produceren, niemand. Nee. Andere tijd, opbouwen. Andere tijd, ja. Efficiëntie. Heel apart. En dan later, dan kunnen we alles weer terug. Ja. Dat is wel leuk natuurlijk, leuk, maar bijzonder. Hij zo old mag worden, dan zie je. Je ziet allerlei golfbewegingen. Iets wat eerst opgebouwd wordt, wat later weer overbruggen en dan komt het weer terug. Ja, ja, zo is het ook. Ja. Ja, ik ben naar Koor, maar nu stap je ze maar. Joris, nu stap je. Kon je goed zien? Ja, ik kon heel goed zien, ja. Moet ook wel, want je bent ook dirigent geweest van kinderkoor, hè? Ja. Dan moet je toch wel een beetje goed kunnen zingen, een beetje morrel, een beetje wiesel. Ja, ja, natuurlijk wel. Ja. Maar die waren niet opgeleid voor die regent, die hebben wel... Nee. Ik heb wel muziek geleerd, ik kon wel ook wel muziek lezen. Yeah. Ja. Dus daar kom ik best mee erin. En ik heb ook wel een koor waar ik ook vaak veurzanger. Wat doet een veurzanger? Een veurzanger is bijvoorbeeld als je een lied kunt, die veurzanger die zet de eerste in en de rest valt in. Yeah. Zeg maar. Dus dan hebben ze kansioen. Je bent ook onderscheiden toen je ermee stopte, met 68 jaar. Ja. En je een bisschoppelijke onderscheiding had? Nee, ik heb een pauselijke onderscheiding. Ook nog een pauselijke onderscheiding? Ja, in Noorden zie je misschien. Nee. Nee. Daar ben ik wel benieuwd naar, die heb ik nog in Noorden gezien. Ja, dat geef me nog weer niet wat ik met de kinderstopping. Oh, dat is mooi. Die had je dringend omdat je 14 jaar dirigent was, dat kun je wel. 14 jaar dirigent, en toen kreeg je een pauselijke onderscheiding. Ja, dat is ook wel eens aan de hand.
heb je daar dus, daar wist ik niks van. Nee. Als er nou iemand is in Onost of in Dalsen of waarvan ik denk, of een organisatie die zegt van dat, die verdient eigenlijk wel eens een pluim. Wat komt er dan in uw boom? Ik vroeg dit meestal aan het einde van het gesprek. Ja, ik heb ook wel eer gedacht. En Herman Langhorst. Dus Herman Langhorst? Ja, dus wel. Wat doet hij? Ja, die zit in alle leuke dingen, die zit in een soort kring en die zit bij de. Caritas. Caritas is meer een. Die zelf, zeg maar, onder de mensen ja. En zo. En op veel moment die keert al een bepaald bedrag, is nog genoeg. En dat verdeelt ze dan, zeg maar, onder andere mensen, zeg maar, voor activiteit en dergelijke dingen en zo. Ja. Ja. En die zit dan best langs van het troop. En, ja. Ja, en zo wordt er dan. Ja, ja, ja. En die jongen. En die jongen zit ook wat in het hele van het bedoeld, zeg maar, sport en zo. Schoon te doen, hè, gewoon. Ja, maar die ken ik zo goed niet. Nee, logisch. Daar weet ik de naam niet goed van, dus ik moet oppassen dat ik wat zeggen wat is, joh. Maar we hadden hier meer iets van, die zat die deur, voor de kerk en zo, dat was Jan Schriever, die is dan ook gepensioneerd. Ja. Maar die heeft dan, die heeft al een onderscheiding en, Oranje Nassau onderscheiding kreeg. Yeah. Maar die is er dus opgegeven. Dus, yeah. En zullen we meer. En hier Herman Venneboer ook, die ziet ook al die kroon. En dat hebben we al gedaan met, die hebben ook een onderscheiding gekregen. Yeah. Zeg maar, dat is verwillig. Yeah. Ja, en zo ben je dan een stuk wat meer. Ja, Honors, dit stikt natuurlijk van de mensen die relatief zijn, hè? Ja. Hoeven de post al te kijken, ja. Dat weet ik. Ja, nou, dat heb je zin nu. Van die bovenmissie was mijn zin weer, zeg maar. Die heeft, Gerard. Ja. 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 Ja, daar kreeg jij met 12 kinderen zit, dan kom je ze overal tegen. En, ja, zo verantwoord niet. En het werk doe ik, zeg maar. Ja, precies. Ja, ik kan niet actief toch met ze. Nou ja, maar ik doe het graag en ik kom ze graag tegen. Ja, nou ja, goed. Ja, ze hebben ook niet onbekend hoor. Ook weer een ongeluzen. Doris, de tijd. Het klokje dat tikt al heel en verder. Ik denk ja. Dat ik nog wel de, nou, van hier tot aan Vrooms ook met u kan praten, denk ik al. Maar ja. Dat doen we dan misschien later nog weer eens, maar voorlopig houden we al een hele beschouwing uit over de afgelopen eeuw eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Het begon in 1920 en we zitten nu in 2015 en van alle jortalen bij wijze van spreken, Amy wat verteld. Heel hartelijk dank. Ja, niks te danken. En ik weet zeker dat het een hoop mensen ook weer zult genieten nu, maar ook volgend jaar en wellicht over 10, 20, 30 jaar van de verhalen die Doris Broeks allemaal nog vertelde. Dankjewel. Ik ben nog geen bijzonder, niks bijzonders, dus ik heb mijn best gedaan. Ja. En ik denk altijd, ik heb nog best vaak gezegd, mijn dankwoord. Ik heb zo hard, zeg maar, dingen voor dit. Ja. Toen in Engeland, zeg maar, toen in 1940, toen die Duitsers Engeland met de vliegtuig aanvullen en dat die Engeland zo weg moest, zeg maar, om ze van het liefde om. Ja. En daar zit een jachtpiloot, die was daar ook weer op zo'n race, zeg maar, op die Duitsers, zeg maar, die weer terugkwam bij dit die hoge Londenvlucht en die zegt, beste mensen, ik heb mijn best voor jullie gedaan. Ja. Dus dat weer terugvlucht naar de basis. Ja. 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 En zo zeg ik ook, ik heb mijn beste donen, ik val mee dan en dan. Ja. Ja. Je hebt mijn beste donen en ja. Dat is heel duidelijk te zien. Ja, nou ja. Dus, Dankjewel. Ook bedankt.